Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 30 mei 2016. Dus het bulletin van maandag. Ik zit aan het begin van de Daily Minutes met een beetje een rare situatie. Ik heb nu aan het begin van de middag geen tijd om een uitgebreide uitzending te maken. Maar ik weet niet zeker of ik eind van de middag nog wel de tijd heb om ook maar iets aan de uitzending te doen. Als de planning dus tegenvalt, zend ik alleen dit korte gedeelte uit, zonder morse en zonder SSTV. En heb ik wel tijd, dan komt er nog wat achteraan. Doordat ik in het weekend vaste onderdelen heb in de Daily Minutes, is het volgende onderwerp dus even blijven liggen. Aan het begin van het weekend is er een nieuwe website gelanceerd, repeater.nl. De site is een initiatief van de beheerders van een aantal repeaters. Vooral de problemen die sommige netwerken en bovenregionale repeaters hebben, zijn aanleiding geweest. Belangrijk voor de gebruikers is dat de site een aantal spelregels geeft. Ik heb er al eerder aandacht aan besteed, dergelijke regels zijn goed. Je weet daardoor waar je aan toe bent. Maar de regels vertellen ook wat de beheerders kunnen doen in zo'n geval. Die kunnen ook niet zomaar even iets uit de mouw trekken. Kortom, het wordt hierdoor een stuk duidelijker en rechtvaardiger. De site bevat een charter en een gedragslijn. Die laatste is het belangrijkst voor de amateurs. Voor mij persoonlijk is het sleutelwoord van de gedragslijn het respect voor je mede-amateur. Volgens mij is dat zelfs het enige wat van belang is. Want als je respect hebt, dan gaan al die andere dingen die er staan volgens mij ook vanzelf goed. In andere woorden staat er verder ook dat je de frequentie niet alleen voor je eigen moet gebruiken. Belangrijk is verder dat Agentschap Telecom ook onderkent dat repeaterbeheerders het recht hebben om op te treden. Maar ook dat ze bij mensen die voortdurend problemen veroorzaken, na enkele waarschuwingen een verbod om de repeater nog te gebruiken mogen uitspreken. Beheerders zullen dergelijke dingen overigens uit respect voor de betrokkenen niet in het openbaar afhandelen. Overtreden van zo'n verbod door de repeaterbeheerder wordt door AT gezien als een overtreding van de voorwaarden. Bij ernstig misbruik kan AT verder ook een strafrechtelijk onderzoek instellen. Al met al een goede zaak dat de site er is. Het geeft de beheerders een instrument in handen om tegen misstanden op te treden en ook de gebruikers van de repeaters worden er beter van, omdat ze weten dat ze rechtvaardig zullen worden behandeld en ook weten wat wel en niet aanvaardbaar is. Uit een al wat ouder bericht op de Register dat Southgatearc.org deze week oppakte, blijkt dat de FCC en de VS routers van de markt weert die herprogrammeerbaar zijn. Frequentiebanden en zendvermogens van de in de VS gebruikte wifi-routers moeten in hardware zijn vastgelegd en mogelijkheden om de eigen firmware toe te laten, zoals sommige routerfabrikanten expliciet mogelijk maken, die zijn in de VS taboe. Dit blijkt niet uit regelgeving, maar uit informatie die de Chinese fabrikant van wifi-routers TP-Link van de FCC ontvangen heeft. De fabrikant uit Shenzhen maakte daarop bekend dat ze dit soort routers in de VS niet meer zullen leveren. Dit kan eventueel een domper zetten op breedbandnetwerken die tegenwoordig veel door zendamateurs gebruikt worden en die gebruik maken van het herprogrammeren van routers. Ik heb inderdaad niet heel veel tijd voor de uitzending, maar ik heb nog wel even tijd om er een SSTV-plaatje aan vast te knopen en de morseoefening. Die laatste die gaat nu meteen beginnen.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar twee grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echolink gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is, moet je eerlijk delen. Dus mensen, gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen.